Jeffrey Jongenelen, had je verwacht dat het zo makkelijk en soepel en lekker zou gaan tegen Quick Boys vandaag? Nee, absoluut niet. Ik denk dat beide ploegen in een lastige situatie zitten op dit moment qua, resultaten. Dus ja, je weet bij zo'n wedstrijd dat er even iets anders wordt gevraagd. En ik denk dat je dat vanaf onze kant ook wel hebt kunnen zien. En ja, prachtige overwinning. Alles zat ook wel mee. Nee, maar goed, ja, ik vind ook dat dwing je ook zelf af. Kijk, als je ziet hoe we aan de wedstrijd beginnen, dat is gewoon uitstekend. Er komt 1-0 voor, dan kom je 1-1. Maar kijk, als je dan ziet hoe we het dan als team weer oppakken, ja, dat tuig van klasse. Dan kom je zelf uit een blessure, voor het eerst weer een aantal weken in de basis. En die was wel een klein beetje belangrijk vandaag. Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk 5 weken eruit geweest van mijn lease. En vandaag kreeg ik vanaf het begin weer de kans. En ik denk dat ik vandaag mijn voet heb laten spreken. Heb jij heel stiekem een klein beetje een Katwijk Quick Boys gespeeld? Nou ja, dat niet. Kijk, ik woon natuurlijk nu in Katwijk. Dus, en je komt bij Katwijk vandaan? Ja, dus voor mij ligt het iets gevoeliger. En ja, ik vind dat hoort er ook bij, een beetje gezonde, hoe noem je dat, ja, rivaliteit. Alleen ja, als ik dan een warm-up aan het doen ben en mijn moeder wordt voor hoe uitgescholden, dan word ik daar natuurlijk niet blij van. Maar goed. Is dat gebeurd? Nou ja, dat is gebeurd. En ik vind dat, het zijn ook allemaal mensen uit Katwijk en ja, die kan ik morgen bewijs van in het dorp tegenkomen. En ik vind dat hoort niet. En ja, het enige wat ik dan kan doen is mijn voeten laten spreken en dat heb ik gedaan. En dan met een kleine glimlach naar de Quick Boys aan dan? Nou ja, wat ik net al zei, dat hoort erbij. Dat moeten ze maar accepteren, want andersom doen ze dat ook. Het is lekker hè, van Rijnsburg. Was ook nodig? Ja, zeker. We zitten in een lastige fase. En, ja, dit is gewoon onwijs belangrijk voor het zelfvertrouwen. Met het team dat er staat, toch wat teleurgesteld. De jongens ook vandaag die de afgelopen weken in de basis hebben gespeeld. En ja, dan is het voor hen ook lekker als ze op zo'n manier in kunnen vallen.